Hey, en wat leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe Harry Potter game met Ivar. Vorige keer hoorden wij rare geluiden, kregen wij vage visioenen en meer informatie over onze rare broer. Maar we hebben ook een vijand in deze school, de vrouwelijke versie van Malphidus, en dat is Meryl Streep, Merla. Nog wat. En haar ouders zijn ook geen verse koffie, zoals Kevin het zou zeggen. In de vorige aflevering hebben we ook een boek gevonden. En dat boek dat leert ons alles over duelleren, zodat we Meryl Streep eens flink op haar kontje kunnen tetsen. We hebben een berichtje gedaan. Even een appje naar professor Banning, professor Flitwick. En we gaan naar de Clock Tower, want daar is die. En daar gaat hij ons eens even leren hoe wij het beste Meryl op de knietjes kunnen krijgen. Bij de Clock Tower. Oh, ik dacht dat we in de Clock Tower zouden zijn, maar we zijn voor de Clock Tower ook. Hey, kleine professor Banning. Excuse me, professor Flitwick. I have a question for you. What can I do for you, Mr. Negroot? Professor, is it true that you are a dueling champion? Before you taught at Hogwarts? It's true. I can stupefy and Protego with the best of them. I have a shelf full of trophies to boot. Do you think you can teach me some of what you know? The Hogwarts curriculum includes lessons on many defensive spells, Mr. Negroot. I need some advanced instructions, Professor. Tell me. Why do you want to duel? Dueling is cool. To defend myself. To learn more skills. Nou, ik denk als je tegen een leraar zegt dueling iets doen omdat het cool is, gaat een leraar nooit meer akkoord. To defend myself, dan zegt hij dat leer je maar op tijd. To learn more skills laat zien dat je een goede student wil zijn en ook interesse in zijn leervermogen en zijn kennis deelt. Steekt. En ik denk dat hij dat apprecieert. Dus we kiezen voor to learn more skills. I want to learn everything I can while I'm at Hogwarts. I would be doing myself a disservice if I didn't try to learn from a champion dueler. Oh, hij is hem gewoon even aan het inpakken. Heel goed, Ivar. I appreciate your ambition, Mr. Negroot. Teach me, Professor. I won't let you down. Please, I wouldn't ask if it wasn't important. Cut back on the drama. I was afraid things might be difficult for you here at Hogwarts, given your brother's reputation. Well, de enige reden waarom het zwaar is hier is omdat iedereen begint over de reputatie van mijn broer. Ik heb er zelf niet zoveel mee van doen. I may be able to teach you something that served me well on my way to becoming a dueling champion. I will teach you one spell, the dueler's most essential spell. Expelliarmus! It is intended to disarm your opponent without causing them injury. But I want to cause some injury. We gaan Expelliarmus leren, bitches. Kijk, dat zijn tenminste spreuken waar we iets aan hebben. Take a break. Wat? Ik snap de take a break niet. Wat bedoelen ze dan? Now, time to rest. I have to learn this. We gaan niet resten, we gaan door. Dumbledore would be impressed with that performance. When I cast a spell, my mind should be clear. Of all things, except that I couldn't read it further because it went away. Can't believe I'm getting a private lesson from a dueling champion. I can't believe it either. Take a breath between attempts. Alternaten tussen wat ik klik in een logische volgorde is dat. Dan moet ik niet gewoon kapot tappen, maar gewoon ook nadenken over wat ik tap. Brilliant! Ik ben zo goed en ik weet niet hoe. Expelliarmus, we hebben het geleerd, dus who gives a fuck how? Eindresultaat is wat telt. Oké, wat is het? Collect of House Cup? Wat gebeurt er als ik op House Cup klik? Zijn we first place? Nee, totaal niet. Waarom niet? Good, you have to handle it. Now let's see, you cast the disarming charm on me. On you? Expelliarmus! I did it. I defeated the dueling champion. You've done it. You truly do have a gift for charms. Thank you so much, Professor Flitwick. This must be a huge help. You might also consider practicing with Mr. Copper. He's hesitant, but very skilled. Was dat niet de dreuzeljongen? Kasper Krauwel in ons verhaal? I will. I always thought that Ben is better at charms than he led us on. Promise me that you will only duel if you have no other choice, Mr. Negroot. I promise. I promise I only duel to defend myself, Professor. Good. I believe you have great potential, and I would hate to see you ruin it by breaking school rules. Dueling is not allowed on school grounds without permission, Mr. Negroot. If you use this spell for anything except self-defense, I will be forced to recommend your expulsion. Wow, dat is heftig. Dank je, Flitwicky. I don't want to disappoint Professor Flitwick. But if I don't duel Merla, she will never stop bullying everyone. Expelliarmus should be exactly what I need to win our duel. Nou, het blijft een disarming charm. Je doet er niet pijn daarmee. I'm still reading through the dueling book. I'll let you know when I found something. En ik moet weer 55 gems betalen om 3 uur te kunnen passeren. We're gonna talk to Ben for a while. Bennetje, daar ben je. Do something about sniveling mudblood friends. It's embarrassing. Okay, chillax, bitch. Penny, who the fuck is Penny? De vraag is, welke stem doen we voor Penny? I tried to cheer up Ben Copper, but it was no use. Maybe you'll have better luck. Okay, vanaf nu moeten we weten, Penny is Russisch. I'm worried about Ben either. Someone should talk to him. Was jij niet ergens een boek aan het lezen? Dude, Pennetje, oh daar is Ben. What's wrong, Ben? You look worried. De stem van Ben was heel onzeker volgens mij. Ja. I mean, you look more worried.
than usual. I don't think I can do this anymore, Ivor. I'm a depressed motherfucker. What do you mean? I don't belong at Hogwarts. I thought I would be able to adjust, but the longer I'm here, the more I find to be afraid of. How do you stay so brave? I'm afraid too. I stay active. I'm a fit boy. I stay focused. I'm afraid too. Iedereen is bang for iets. I'm afraid of things too, Ben. Failing my exams, getting in trouble with Snape, not being able to find out what happened to my brother. I should stop talking about my brother. You're forgetting about werewolves, vampires, giant spiders, you know who? Ghosts, house elves, filch, food poisoning. You'll be fine, Ben. Let's just talk about what's worrying you, and I'll do my best to make you feel better. Ik heb het al gehoord, ik ben een psycholoog van de school. Okay, but I'll just tell you some of what's worrying me, so that we aren't here until year-end exams. Start. Ik moet blijkbaar betalen om hem te helpen. I don't think I belong at Hogwarts, Ivor. Okay, there is so much to be afraid of. There's so much to be afraid of. Everyone feels afraid of something. I'm never afraid of anything. You'll get used to it. Everyone feels afraid of something. Dat is gewoon de waarheid. And it's the good answer. Zo te zien is er dus een goed antwoord. Een oké antwoord. Dat is dan, krijg je iets minder punt voor. En één fout antwoord. Our friends aren't scared. You're the bravest, Ben. We'll keep each other safe. They're better at hiding it. Is dat het goede antwoord? Oh, dat is de oké antwoord. You made Ben feel better. Thanks, Ivor. I feel a bit better. And you are eating the same. Wacht eens even. Hij zit dezelfde sandwich te eten. Als Rowan toen hij zich beter voelde. Wat zit er in die sandwich? Everyone feels like that sometimes, Ben. Let's just talk more. Why was I putting Gryffindor? Cowardice goes with Gryffindor. Dat is niet het juiste antwoord. You have to trust the Sorting Hat. You're braver than you know. You're braver than you know. And that's the right answer. Your empathy bonus. Ik heb echt fucking veel empathy. I feel a lot better. Because I'm eating a sandwich. Wow, die ogen, zag je dat? En ik wou ook zeggen, filled with MDMA. I feel a lot better, but I'm still wondering if I should go back home. Let's just keep talking, Ben. You'll see that we need you at Hogwarts. I belong in the Muggle world. Drie antwoorden. You can go back for holidays. You belong at Hogwarts, Ben. You can't ever go back. You belong at Hogwarts, Ben. En dat is het goede antwoord. Thanks, Ivor. I don't know how I'd make it through Hogwarts without you. Well, changing your smoel. Collect. Encourage your friend. I'm so good. Oh, hij kijkt ook een stuk blijer nu. En ik heb er 5 gems bij. Yes, bitches. Collect it. Thank you, Ivor. I'm feeling much better about surviving my time at Hogwarts. It helps to know that someone as brave as you gets afraid sometimes too. That's great, Ben. You're one of my best friends here. Yes? And I know I'll need your help to find out what happened to my brother, because I already took a time turner and went to the future. I do my best to help you however I can, Ivor. If nothing else, I know all the best hiding places. Helping others is its own reward. But we're in quest complete! And we krijg a gem and hutje and XP, and we're gonna collect that bitch. Items unlocked. Oh, ik mag een nieuwe... Mag ik nieuwe broeken en een haakjes of zo? Kunnen we niet gewoon nog naar een les gaan, inderdaad? Kunnen we nu niet gaan vliegen of zo? Is dat mogelijk? Nee, blijkbaar niet. Wat wordt de volgende Rictus Sempra? Can't wait for that. Oh ja, we hebben Expelliarmus geleerd. Maar ik wil gratis dingen. Ik ga niet betalen. Echt niet. Niet voor kleding in ieder geval. Nou, gelukkig. Zonder te betalen kan je lekker altijd Gobstone spelen. Meet with Rowan. I found an amazing spell. Meet me in the Hufflepuff Common Room. And I'll teach it to you. Oké, Hufflepuff, meet with Rowan. Rowan, vertel mij alles over de spreuk. I found a spell in the dueling book that fits everything you said you wanted, Ivor. The ticking charm. Rictus Sempra. Oh nee, the tickling charm. Kietelen. Rictus Sempra. Nou, in de games op de PC was dat echt nooit de tickling charm. En trouwens, in de films was het ook niet per se een tickling charm. Sterker nog, in de tweede film was Serpent Sortia, was Avertis Statim of zo. Rictus Sempra, Expelliarmus. Het deed allemaal een beetje hetzelfde. Tickling charm? I said I wanted a spell that would be useful for more than dueling. There are literally hundreds of documented cases where witches and wizards saved lives by tickling someone. Gaan we Rictus Sempra leren van Rowan? I'm all up for it. How did the spell go again? I remember it going something like this. And now I need to tap on things. On a chair. I'm gonna rest. Feedback, bitches. Even rusten. Wow, die is vet moeilijk. Richter fucking... Wow, I didn't... Nog een keer. Richter. Sempra. Oeh, die is best pittig. Bam! I've got it! Yes! Learn Rictus Sempra. I think I've learned you the tickling charm, Ivor. Try it out. On you? I might not be the strongest, but tree farmers are resilient folk. I will withstand your hilarious spell. Don't you think you should test the spell before dueling Merla? Not on you, not here. Sure, I don't want to hurt you, but I need to make sure I can cast this spell before dueling Merla. Brace yourself for intense tickling, I suppose. Rictus Sempra!
Ah, kijk nou, malle Rowanje. I can't stop laughing. It hurts! So bad! I'm sorry, Rowan. Don't be sorry. It'll be worth to see the... to look a Merla's face when you use it in a duel. Chapter 4 completed! Revenge is best served magical. Collect! Chapter 5. Chapter 5! Oké, we hebben Rick de Sempra geleerd. Het heeft even geduurd, maar we hebben een goede voorbereiding om Meryl Streep eindelijk te laten zien waar we van gemaakt zijn. En misschien komt Ivar in deze game over als een empathische god. Maar hij is sassy en he's gonna kill you. And it will hurt. Ik wil jullie bedanken voor het bekijken van deze Harry Potter met Ivar. Vond je hem leuk? Laat er nog een duimpje omhoog achter. Laat ook nog even een leuke reactie achter. En dan zie ik jou hopelijk volgende keer weer terug bij een gloednieuwe Harry Potter game. Hogwarts Mysteries, feest, euforie, empathie met Ivar. Doei!